Vandaag de 4x4 Tech Forumde vanaf VV Oldenzaal in Oldenzaal. Vandaag is de 4x4 Tour bij VV Oldenzaal. De warming-up is in volle gang. Kom op jongens! Wat is nou de meest gemaakte overtreding in het veld? Een sliding. Ze weten dat het niet mag, maar toch doen ze het. Als je gaat toeren met de Attack 4 tegen 4, dan moet je ook naar Oldenzaal. Want daar zit heel veel talent. Bij zowel Kwik, maar ook bij VV Oldenzaal. De eerste goal hebben we inmiddels al gezien in de finale. Dat is een mooie. Want je kent natuurlijk Jantje Vennegoorhoff Hesselink. Die komt uit Oldenzaal. En zo kunnen we er nog wel meer op noemen. Oldenzaal ook vanuit het verleden. Een mooi betaald voetbalverleden. Het mannetje in het blauw-wit, het Argentinië-shirt, scoort alweer. En zo zijn het de mannen die geen Hesjan hebben, die nu op 2-0 staan. En dus moet er wat gebeuren voor de gele Hesjes. Die dan wel in de aanval gaan, maar weer is daar dat Argentijnse mannetje. Dat weet te scoren. 3-0. En dan lijkt het al vroeg beslist op het mooie kunstgras in Oldenzaal. De Hesjes, die soms te groot zijn, die proberen het nog wel. En komen hier ook tot een treffer, jawel. Via wat verdedigers binnen, 3-1. En dan is er weer geloof en hoop. De man die 2 keer scoorde voor de niet-Hesjes ligt nog wel op de lijn, maar kan een tegentreffer niet voorkomen. Is de druk nog even groot en is het zoeken naar de opening. Maar die wordt wel gevonden aan de andere kant. Want alles ligt open en dan kun je simpel scoren, 4-1. Ja, komt net te laat inglijden die verdediger. En zo is het 4-1, zijn het de Hesjes die weer moeten komen. We hebben er moeite mee om eruit te komen. Verlaten de verdedigende stellingen, kunnen ze nog scoren? Ja, dat kunnen ze nog, 4-2. En zo is het doelpuntrijk op het kunstgras in Oldenzaal. Het is een mooie actie hoor. Met het nodige geluk valt die bal binnen. En dan ben je blij, heel blij. Nou, hier is hij weer. De man met het Argentijnse shirt die nu behoorlijk wordt gestuurd, blijft liggen. Is wat geblesseerd. En wordt dan overeind geholpen door de charmante arbitrage. Die direct affluit en zo winnen de niet-Hesjes in Oldenzaal.